Even lekker met de auto gaan shoppen of lunchen in het centrum van Wijchen gaat je binnenkort misschien meer kosten. GroenLinks en D66 willen betaald parkeren invoeren in Wijchen. De ondernemers zijn bang dat hierdoor het winkelen in Wijchen minder aantrekkelijk wordt. Bij kernachtig Wijchen zijn ze niet blij met de plannen over het betaald parkeren. Nou ja, betaald parkeren is voor ons eigenlijk onbespreekbaar. Wij hebben als kernachtig Wijchen zijn we een dorpspartij, we zijn een dorp. Wijchen is geen stad en wij hechten heel veel waarde aan de gratis parkeren. Ja, wat ons betreft betekent betaald parkeren niet meteen dat het gratis parkeren meteen wordt afgeschaft. Het kan gepaard gaan en daarmee kun je ook meer vrijheden geven aan de mensen die parkeren. Het gratis parkeren in Wijchen kost de gemeente wel geld. Ja, dat geld dat komt natuurlijk uit de gemeentekas. Dat is een prijs die je ervoor betaalt, dat is zo. Maar wij hebben er graag voor over. Het kost een aantal duizend euro's per parkeerplaats voor de gemeente. Dus parkeren is gewoon duur. Maar ook als je fietsen parkeert, kost het natuurlijk geld. Parkeren is nooit gratis in geen enkele opzicht. Bij D66 Wijchen zijn ze niet bang dat er minder mensen naar Wijchen komen. Niet als het gaat zoals ik net uitleg. Als je de eerste twee uur gratis behoudt, daarna gaat betalen, betekent dat niet per definitie dat er minder mensen komen. Het kan wel zijn dat mensen juist langer blijven. De ondernemers denken hier anders over. Daar ben ik 100% op tegen. Wijchen is een dorp en moet ook een dorp blijven. We hebben een parkeerschijf en dat werkt perfect. Ik vind het heel dom en onverstandig. Wijchen heeft toch wel een regiofunctie voor een aantal wijken. Nijmegen, Druten, Graven, Beuningen. En heel veel mensen komen toch naar Wijchen toe omdat het gewoon een leuk centrum is. Waar je nog steeds gratis kan parkeren. En bent u bang dat er dan ook minder mensen naar Wijchen gaan komen als ze moeten gaan betalen voor het parkeren? Beslist. Het is natuurlijk afhankelijk van het tarief, maar het kost altijd klanten. Er gaan gewoon veel minder mensen komen. En we zijn hier al 20 of 30 jaar, wordt er dus betaald parkeren wordt er besproken. En elke keer als dat weer bekeken wordt van jongens, is dat rendabel ja of nee, is dat altijd nee. In de winkels wordt altijd veel meer verdiend en veel meer arbeidskrachten levert dat op als die paar euro die er dus aan betaald parkeren binnenkomt. Kernachtig Wijchen ziet geen andere mogelijkheid dan het parkeren gratis houden. Juist dat centrum is voor ons belangrijk en die mensen die naar Wijchen centrum komen voor het winkelen, voor het gezellige winkelen, voor het toch nog wel redelijk kleinschalige dorpse Wijchen, daar is dat belangrijk voor. Dus wij vinden ook daar in het centrum dat je gewoon gratis je auto kwijt moet kunnen.